Beste president, beste collega Geert, dames en heren volksvertegenwoordigers, meneer de bestendig afgevaardigde, ik heb ongetwijfeld nog heel wat mensen vergeten, dames en heren politici, dames en heren liefhebbers van Izegem. Met bijzonder veel plezier ben ik vandaag hier bij de opening van De Leest. Ik wil u eerst en vooral oprecht proficiat wensen met deze zeer belangrijke verwezenlijking. U mag trots zijn op dit splinternieuwe cultuurhuis en dienstencentrum. En dames en heren, een leest, dat is een mijlpaal. Nog min, nog meer. En een mijl in het dialect van hier, en dat is, de burgemeester zal het niet kunnen loochenen, zij moet het weten, dat is Millen. Mevrouw de burgemeester, nomen est omen. En de burgemeester heeft vorige nacht gedroomd. Niet van ballerinaatjes, maar van gesprongen ploms hier in dit gebouw. Het is niet gebeurd, mevrouw de burgemeester. Dames en heren, het heeft mij dat net verteld. Hele. Dames en heren, er zijn een aantal elementen die mij hier intrigeren. Voor eerst is er het complex op zich, de infrastructuur. Er gaat een enorme fase aan vooraf, en we hebben dat net gehoord, vooraleer een gebouw effectief gerealiseerd wordt. Het eerste waar een koppel dat een huis bouwt doorheen moet, dat is de praatfase. Om te proberen overeenstemming te krijgen tussen droom en werkelijkheid. En hierover hebben het stadsbestuur en het OCMB zeer vaak beraadslaagd. Ook met het middenveld, met het culturele veld, met de seniorenverenigingen. En het resultaat is overgemaakt aan de architect Philippe Samin. Hij heeft er met verbeelding en durf een fraai, eigentijds en toekomstgericht bouwproject van gemaakt. Hij heeft er ook een eigen ziel in gestopt. Nieuwbouw met zilverkleurige golfplaten. Over het resultaat kunnen we discussiëren, maar een bekend spreekwoord indachtig, doen we dat beter niet. Het is ook trouwens schitterend. Ik stond daar net met open mond te kijken. Het is prachtig. De Leest is ook een parel van revitalisatie. Het is daar net ook uitgelegd. Ik heb me laten vertellen dat we ons hier bevinden op de plaats inderdaad van een voormalige steenbakkerij. En er bestaat zoiets als stedelijke acupunctuur of het ingrijpen in energie- en zenuwbanen en knooppunten van een stad. Het tweede dat mij interesseert is de naam van het gebouw. We kennen De Leest als iets typisch voor de schoenmaker. U weet het, Izegem is dé stad van de schoennijverheid in Vlaanderen. De Izegemse schoenen waren geheerd door alle Europese modehuizen. En een van de pioniers hier, Edouard de Rik, maakte in 1815 schoenen voor koning Willem I en later voor koning Leopold I. En onze koninklijke familie, mevrouw, bleef klant. Onder meer bij Éperon d'Or, omwille van de precieze en minutieuze afwerking van het Izegemse schoeisel. De website van het Schoeiselmuseum vermeldt trouwens met trots dat de bruidsmeisjes van prinses Mathilde en kroonprins Philip Izegemse schoenen droegen en dat de duplicaten in het museum te bezichtigen. De naam De Leest brengt ook een ode aan de Izegemse sociale geschiedenis. In het bijzonder aan de vele naamloze schoenmakers en bottine-stiksters die hier in de schoennijverheid aan de kost zijn gekomen. Zij verdienden een laag loon, werkten lange dagen en in ongezonde omstandigheden. Typisch voor de Izegemse schoennijverheid was de onderaanneming en de thuisarbeid. Hoe de werkkamer van een thuiswerkende schoenmaker eruit zag, dat heeft de heemkundige kring trouwens zeer treffend beschreven. Dames en heren, De Leest herinnert aan het enorme proces van emancipatie en toegenomen kansen dat is afgelegd, zeker op het vlak van cultuur en van sociale dienstverlening. Proficiat dus ook met die prachtige naam De Leest, omdat Izegem deze mensen, de thuiswerkers en de fabrieksarbeiders, nooit zal vergeten. Het derde wat mij fascineert is de meerwaarde die De Leest voor de Izegemnaren op gang brengt. Ik heb hier al geleerd dat de gepensioneerden niet meer op reis gaan vanaf nu. Maar het is een vondst om verschillende complementaire functies op één plek te verenigen. Er zal hier gegarandeerd heel veel volk over de vloer komen. Het cultuurhuis, u raadt het wellicht, zal cultuur aanbieden. Het zal uitpakken met eigen culturele programma's, film, theater, muziek, voorstellingen en zaken die eigen zijn aan de vele bloeiende lokale Izegemse verenigingen. Het zal hen ook de nodige faciliteiten bieden om op een comfortabele manier
culturele activiteiten te organiseren. Het lokaal dienstencentrum is uitdrukkelijk sociaal en bedoeld voor overdag en tijdens de week. Het levert service aan bejaarden die zich verplaatsen, aan oudere mensen die nog zelfstandig wonen of bij familie inwonen. En die kunnen ook hier terecht voor lichaamsverzorging, informatie over andere hulpverleningsvormen of opvangmogelijkheden enzovoort. Het is de bedoeling dat het hier gezellig wordt, dat men zich kan ontspannen, dat er warme maaltijden zijn, hobby's, cursussen, uitstappen, gymnastiekoefeningen, meneer Verswaan, en sportieve recreatie. De leest moet iedereen stimuleren om zo lang mogelijk met de lokale gemeenschap mee te doen. En het concept van twee functies in zo'n gebouw bewijst dat Izegem uitdrukkelijk kiest voor ontmoeting en kansen tot ontmoeting en sociaal contact. De leest heeft een ontmoetingsfunctie voor alle generaties en voor alle Izegemnaren. Volwassenen, senioren, jeugd en kinderen. Ook vrijwilligers en mantelzorgers. En het is die ontmoeting, die combinatie, die het sociaal leven in een stad zo boeiend en zo mooi maakt. Dames en heren, in deze kersttijd, en het was een zeer actueel thema, komt het onderwerp "Er is geen plaats in de herberg" vaak ter sprake. En herbergen, dat betekent onderdak verlenen. Ik hoop dat het hier een huis kan zijn voor iedereen. Een huis voor iedereen, dat is het mooiste geschenk dat deze stad en dat dit OCMW aan de bevolking kunnen aanbieden met kerstmis en met nieuwjaar. Dames en heren, op school hebben we geleerd dat alle plaatsnamen die eindigen met gem of m, zoveel betekenen als de woning van de familie van. Izegem, maar dat weet u allemaal natuurlijk, zou ontstaan zijn met het huis van Izo. Emelhem zou begonnen zijn met de woning van Imolo. Kachtem ontstond als de vestigingsplaats van een zekere Kaket. In het begin lag er telkens één familie aan de basis. Toen was dat wellicht maatschappelijk het bijzonderste. Wel nu, hier in de leest zijn alle Izegemnaren bijzonder. Er is voor elk wat wils, de leest wordt, zoals ik al zei, het huis van iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat de leest een riante toekomst beschoren is. De lengte van jaren en voor vele generaties. Kwaliteitsvolle, eigentijdse en toekomstgerichte infrastructuur die ontmoeting, cultuur en sociale dienstverlening mogelijk maakt, die het sociaal weefsel verstevigt en die gedragen is door de bevolking en door de verenigingen, dat kan niet mislukken. Ik wens en ik gun het stadsbestuur, het OCMW en alle bewoners en gebruikers heel veel plezier en genot hier. Ik zal straks samen met jullie wellicht hier een schitterende entreevoorstelling zien, maar ik zal niet kunnen blijven tot het einde om een heel eenvoudige reden. Het moederschap roept mij. Ik ben niet zwanger, maak u niet ongerust. Maar mijn zoon die vertrekt straks een weekje op reis. En ik heb hem eigenlijk de voorbije weken quasi niet gezien. Ik heb beloofd dat ik hem nog zou uitwuiven voor hij vertrekt. Maar ik kan toch nog een stukje meepikken. Maar ik hoop dat u mij dat allemaal vergeeft. Dat ik hier plots als een diefje in de nacht zal verdwijnen. Laat het geen teken van deze appreciatie zijn. Ik vind het schitterend om hier te zijn. Een heel grote proficiat aan al wie het project genegen is. En vooral heel veel warme momenten hier in de leest. Proficiat.